Hallo allemaal, superleuk dat jullie weer naar deze nieuwe video kijken. Ik ben Michelle en dit is mijn kanaal Michelle. Ik ben momenteel 21 weken zwanger. De 20 weken update komt er heel snel aan. Ik heb de 16 weken ook gefilmd, die ga ik ook uploaden. Dus hou zeker mijn kanaal in de gaten als je daar nieuwsgierig naar bent. Ik ga vanaf nu iedere 4 weken een update geven in verband met mijn zwangerschap. En ja, voor degene die panikeerde, er komen nog updates over mijn diertjes, geen paniek. Maar ik vroeg mij natuurlijk ook wel af wat jullie graag nog willen zien van de diertjes. Want ja, momenteel ben ik nog wel altijd bezig met de verzorging en eten geven en zo. En ook wel met andere dingetjes met de dieren. Maar ik weet eigenlijk op het moment niet meer zo goed wat dat ik eigenlijk nog kan laten zien. Dus als jullie ideetjes hebben wat jullie nog graag willen zien van de konijntjes of van de vogel. Of van de visjes of van de hamstertjes. Dan moeten jullie maar even hieronder een comment plaatsen en dan ga ik dat zeker opschrijven en overwegen. Ik heb vandaag een shoplog voor jullie. Ik heb geshopt bij de prenatal nogal. Ik heb ook gekeken op bol.com, daar heb ik ook twee dingetjes besteld, één groot en één klein. Dus laten we maar snel beginnen. Als eerste kom ik dan gelijk bij een van de grootste items wat ik besteld heb en dat is deze eetstoel. Wij wilden eigenlijk oorspronkelijk voor een stokken triptrap gaan, maar aan de andere kant ja, vond ik die toch eigenlijk wel best prijzig. Ik hoor wel dat die heel fijn zijn. En deze was echt super goedkoop en is echt super goed van, ja, moet ik het zeggen, van kwaliteit. Er zitten ook riempjes aan om je kindje vast te maken. Je kan eender welk verkleinkussen kiezen, ze hebben echt heel veel keus. En hier onderin zitten nog riempjes. Het enige nadeel, als ik dan toch iets mag zeggen, vind ik dat het blad hier wel wat klein is om iets op te zetten. Maar daar kan ik misschien nog wel iets anders op vinden. Maar heel erg blij met deze stoel. Dan ga ik gelijk verder naar het volgende grote item. Dat is dit boxkleed. Ook van Little Dutch. Er zitten hier zo van die krakertjes in. Er zitten van die touwtjes aan waar het babytje mee kan spelen. En hier heel van onder zit een spiegeltje zoals je kan zien. Ik heb eigenlijk alles in ja, dezelfde tint gekocht. En alles dus eigenlijk ook veel dingen van Little Dutch. Ik vond dat persoonlijk het mooiste om alles hetzelfde te hebben. Maar dat is natuurlijk persoonlijke goesting. Dan voor het volgende item was ik echt al een hele tijd op zoek naar een leuke boxzak. Ik kwam toevallig met mijn man in de prenatal en daar zag ik deze hangen. Deze is echt waar net 2 druppels water, die van Kuka. Allee, het motiefje dan toch, hè. Dus als ik het zo zou zien, dan zou ik gelijk zeggen, dit is van het merk Kuka. Maar dat is het dus niet. Het is gewoon van het merk prenatal. Er zitten hier zo van die, ja, van die glitterband aan, of hoe moet ik het noemen? En bij dat boxkleed wat ik heb, past het natuurlijk precies. Ik ben echt super blij met deze zak. Ik denk dat deze 29,99 was bij de prenatal. Ik ga eerst verder met de grootste items. Dan kregen we deze nog van mijn vader eigenlijk. Dit is de Tiny Love projectormobiel. Het fijne aan deze mobiel vind ik ten eerste dat deze 30 minuten aan een stuk muziek maakt zonder dat ik hem moet opdraaien. Dus dat is al één voordeel. Hij projecteert ook nog een leuk figuurtje of sterretjes, ik weet het niet. Nee, sterretjes, ja. Figuurtjes en sterretjes, alle twee zelfs. Dus als het donker is, geeft dat een superleuk effect. En als derde vind ik dan nog wel een voordeel is, je kan van deze mobiel naderhand gemakkelijk een nachtlampje maken. Vind ik ook superleuk, want dan kan ik er iets langer plezier van hebben. Ik heb hem nog niet uit de doos gehaald. Als jullie graag een unboxing willen van deze, dan... plaats maar een comment. Voor de prijs. Ik denk dat deze rond de 80 euro is. Bij de prenatal normaal gezien. En nu was die denk ik aan 65. Was min 20% korting met de mama mazzeldagen. Dan hebben we deze cadeau gekregen van mijn oma. En dit is dus eigenlijk een papjesmachine om het zo te zeggen. Hier kan ik dus fruitpapjes en groentepapjes mee maken. Hoe gaat het in zijn werk? Je steekt alle groenten gewoon, gewassen natuurlijk, gesneden of geschild in het apparaatje rauw. En dan gaat het stomen en naar de hand gaat het zichzelf mixen. Dus dat is echt super handig, is helemaal automatisch. Kan je gewoon opzetten en dan na een tijdje is het gewoon vanzelf klaar. Deze komt van bol.com en deze kost rond de 80 euro denk ik. Dan kocht ik ook nog enkele leuke kledingsitems. Ik heb dit pyjamaatje of pakje met die superleuke lama's op gekocht, ook bij de prenatal. In maatje 68, dus die kan hij dan wat langer gaan.
Dit is gewoon een blouseje met daaronder een ja, soort legging of een broekje. En deze was denk ik rond de 6 of 7 euro. Ik weet het niet meer juist helemaal, want ik heb de kaartjes er al afgedaan. Maar ik denk toch rond de niet meer als 10 euro al sinds. Dan zijn dit toch wel de dingetjes die ik als allereerste heb gekocht. Dit is een rompertje met mama is super lief. Toen wist ik helemaal nog niet wat het werd. En toen heb ik gewoon iets neutraal genomen. Want ja, mijn blauw kan ook voor een meisje. Dus dat is geen probleem. Maar ja, ik had dus goed gegokt. En deze heb ik ook nog. En papa is super lief natuurlijk. Want papa... Oh nee, papa is super cool. Papa is super cool. Dus deze heb ik dan ook. Ik heb echt geen flauw idee wat deze kost. Ik denk misschien 5 euro per stuk. Maar dan moeten jullie maar even op de site van de prenatal kijken. Dan kocht ik ook nog deze. Even jullie het goed zien. Dit is een Maxi Cozy speeltje. Deze hangen we dus boven een Maxi Cozy. Deze was €12,99. Deze heeft hij gekregen van zijn Peter. Kan ik hem eindelijk eruit halen. Dus deze komt straks of morgen boven de Maxi Cozy te hangen. Dan heb ik deze twee nog gekocht. Deze komen niet van de prenatal. Deze heb ik overgekocht van iemand. Aangezien ik het badje heb van Baby Jour in dezelfde print, heb ik en het manicure setje van iemand overgenomen. En de billendoekjesdoos. Want deze doos was denk ik 15 euro nieuw. En dat vind ik een beetje te zot. Want ja, dat meisje deed het weg voor 5 euro. Dus waarom dan niet? Het is gewoon plastiek. Het kan gewoon afgeveegd worden. Het kan gewoon zuiver gemaakt worden. Dus ja, vies is het niet. En dit heb ik ook gewoon zuiver gemaakt. Dus deze twee heb ik gewoon van iemand overgenomen. En het is echt nog een hele nette staat. Dus daar ben ik super blij mee. Maar ik had ook al een billendoekjesdoos besteld bij de prenatal. Dus zoals je kan zien, deze kostte normaal €12,99. Ik denk dat ik hem rond de 10 euro betaald heb. Maar ik kan nog altijd eentje gebruiken voor hier in de woonkamer. Dus dat is zeker niet weggegooid. Deze ga ik gebruiken gewoon onder de salontafel. Bij het mandje waar dat ik de pampers in heb. Als ik hier snel een verschoning moet doen. Dus daar ben ik ook super blij mee. Dan om in het thema van Little Dutch te blijven, kreeg jij deze ook nog van zijn Peter. Dit is een knuffeldoekje. Ik heb echt al zoveel dingen van Little Dutch, dat is echt ongelooflijk. Maar dus kijk gewoon hoe onwijs leuk dit is. Dit is echt zo'n ja, vriemeldoekje. Toen ik baby was, vond ik het heel fijn om zo aan die knoopjes zo met mijn nageltjes daaronder te gaan en daar zo aan te vriemelen. Dus ik denk dat hij deze ook wel echt heel leuk gaat vinden. En deze kost €9,99. Die heb ik ook weer net iets goedkoper betaald. Maar ik weet niet hoeveel juist. Want ik weet dus echt niet meer hoeveel korting daarop was. En op die bestelbon staat dat helaas niet. Maar dus rond de 10 euro kost zo'n knuffeltje. Dan hebben we eigenlijk nog een grotere uitgave gedaan. Allee, uitgave gedaan. We hebben deze gekregen van mijn schoonmoeder. Dus van Martens en mama. Deze babyfoon had ik al een tijdje op het oog. En volgens mijn vriendin was deze echt wel heel erg fijn om te gebruiken. Dus vandaar dat wij ook besloten hebben om hem ook te kopen. Dit is de Luvion Grand Elite 3 Connect. Ik kan hem wel even eruit halen. Kan ik hem even laten zien. Het is een groot schermpje. Een draadloze wifi camera. Kan denk ik ook op de smartphone gebruikt worden met een app. Dus dat je van op afstand op je gsm kunt volgen hoe, ja, of je babytje aan het slapen is. En zonder dat je het schermpje dus moet meepakken. Dus zo ziet dat eruit. We hebben hem nog niet getest, dus ik kan er nog geen mening over geven. We hebben nog 3,5 maand te gaan, dus dan staat het daar ook maar stof te wezen. Dus kan ik het beter nog even in de doos laten. Deze was wel de reden waarom we eigenlijk de bestelling gedaan hebben. Want nu was er denk ik, goh, ik denk toch wel 20% korting op de babyfoons. En deze is normaal €250 en die had ik nu voor iets minder dan €199. Dus hier zijn we ook super blij mee. Toen we onze bestelling gingen afhalen, zag ik deze nog hangen bij de ingang. Dan dit blouseje met dit super stoere gele broekje bij. Super leuk en ik kon nog wel enkele dingetjes in het kleinste maatje gebruiken omdat ik daar nog niet zoveel van had. Dus deze heb ik ook gekocht. Ik heb wel het idee dat het redelijk groot valt. Ofwel ligt dat aan mij. Het broekje was €7,99 en het blouseje was
ook 7,99, maar volgens mij was die toen in de folder, dus was die ook weer iets goedkoper. Dit waren alle items voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet zeker geen dikke blauwe duim omhoog te geven. En vergeet niet op de knop abonneren te drukken. Zo mis je geen enkele video van ons en krijg je automatisch updates. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. En tot de volgende video weer. Bye!